Kijk, deze snelweg, de A9, loopt dwars door Amsterdam-Zuidoost. Om precies te zijn de wijken Gaasperdam en Bijlmermeer. Rijkswaterstaat is deze snelweg aan het verbreden. Van 2x3 rijstroken naar 2x5. Plus een extra wisselbaan. Om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren, is ervoor gekozen de snelweg gedeeltelijk in een landtunnel aan te leggen. De tunnel komt grofweg te liggen tussen de IKEA en metrostation Gaasperplas. Met 5 tunnelbuizen van 3 kilometer lang wordt het de langste landtunnel van Nederland. Op het dak wordt een mooi park aangelegd, maar liefst 2 keer zo groot als het Vondelpark. Zo verdwijnt de snelweg uit het zicht, is er minder geluidoverlast en krijgen we schonere lucht. Een groene verbinding tussen Gaasperdam en Bijlmermeer. Tijdens de bouw van de tunnel moet het verkeer over de A9 kunnen blijven rijden. Dat gaan we doen door de rijstroken anders in te delen en iets te verschuiven in de richting van Gaasperdam. We bouwen dan de wisselbaan, waar al verkeer kan rijden, en halen een stuk van de A9 weg. Dat geeft ruimte om de tunnelbuizen aan te leggen. Tot slot wordt het dak op de wisselbaan gelegd. Het is een groot project en het bouwen van een tunnel zorgt voor overlast. De overlast van de werkzaamheden is vooral dit jaar hevig. Er worden namelijk lange damwanden in de grond getrild en heipalen geslagen. Dat is nodig om de tunnel te kunnen bouwen en de dijkfunctie van de huidige A9 te behouden. We passen maatregelen toe om de overlast te verminderen. Zo dekken we de heipalen af met een speciale mantel die het geluid van het slaan vermindert. We boren en woelen de grond om, waardoor de damwanden makkelijker de grond ingaan. Ook wordt er zoveel mogelijk overdag en door de week gewerkt. En de meeste bouwwegen zijn in plaats van puin en zand gemaakt van asfalt. Er waait zo minder zand op en het bouwverkeer rijdt stiller. Als de fundering klaar is, wordt het beton voor de tunnelbuizen gegoten. Na de zomer van 2017 worden alle technische installaties in de tunnel aangebracht en getest. Is alles in orde? Dan gaat de tunnel in 2020 open. Een jaar later is het park aangelegd. Een mooie groene plek die de wijken in Zuidoost met elkaar verbindt, geluidoverlast beperkt en de luchtkwaliteit verbetert. Een grote makeover. Alle informatie over de werkzaamheden is te vinden op het online bezoekerscentrum van SAA. Of bel met 0800 8002.